FC Winterswijk tegen Bamberg. Hier zien we de opstellingen. Winterswijk had natuurlijk wat goed te maken. Uit verloor het bij Bamberg met maar liefst 5-2. En voordat de wedstrijd begon was er een minuut stilte voor Jan Rusink. Hij overleed 25 februari jongsleden. Winterswijk mocht de aftrap nemen in deze wedstrijd. En van achteruit wordt de bal dan naar voren toe gespeeld. Alleen daar staat verder helemaal niemand. En Babberich kan dan overnemen. Die direct kiezen voor de lange bal. Die hier op het hoofd komt en doorgekopt wordt. Dan moet Niels Jansen uit zijn doel komen. Die doet dat dan goed. Dan is die bal in ieder geval weggewerkt. Dan hier, Kabir Sabatic. Mooie actie. En de schreeuw van Geert Reumen. Die geeft toch het vermoeden, zoals je het ook ziet, dat hij ernstig geblesseerd is. Sabatic maakt de actie. Die daar eigenlijk helemaal niet schuldig aan is. Hier zien we dat. De knie lijkt wat te verdraaien en Geert Romer kan niet meer verder. De lange bal dan in de richting van Kabir Sabatic. Die draait en kapt wat. Lijkt de bal dan een beetje te verspelen, maar houdt hem dan toch nog in het bezit. Kan hem hier dan afgeven. Wat moeilijk allemaal, hier wordt de bal gespeeld. Sabatic blijft opletten, die neemt het dan weer over. Dan ligt hier de bal in de richting van Gensch. Die draait een kap wat. Met hangen en wurgen blijft Winterswijk dan in de balbezit. Met deze actie van Niam Sang. Ja, die doet het goed en die wordt dan wel neergelegd. Maar daarvoor was er al een overtreding gemaakt, zegt de scheidsrechter. En die bal gaat er overheen. De hoekschop dan. Die gaat in de richting van de tweede paal. Daar wordt die bal gekopt en dan staat Niam Sang. Ja, daar vrij. Nou ja, helemaal vrij. Maar ertussen. En die kan hem zo het doel inwerken. En dan staat het 1-0 voor Winterswijk. Het tikje van Niam Sangya, het laatste tikje, die kan hem het net inwerken. Tweede helft dan. Met deze voorzet, 45 seconden onderweg en het doelpunt! Het doelpunt! En de scheidsrechter die fluit. Maar waarom dan? Hij geeft een vrije trap aan Babberich. Maar hier gebeurt eigenlijk niet zo heel erg veel, dacht ik toch. Maar geen doelpunt. Het schot dan hier van Babberig in de handen van Niels Jansen. Die nog een paar hele goede reddingen had. Hier het paasje dan van den Burg. Dekker. Goed binnengehouden die bal en dan wordt er gefloten. Omdat de grensrechter aangeeft dat die bal over de lijn is gegaan. En dat is hij niet. Dus hier had Dekker eigenlijk gewoon door mogen gaan. De lange uittrap dan van Niels Jansen. Die stuit het door. Die komt op het hoofd van... En daar zit de doelman er goed bij. Freddy van Binsbergen. Die verwerkt hem tot een corner. Dekker dan. Dekker met het schot via de paal. Die gaat erin. 2-0. De paas naar Dimitri Dekker. Goed aangenomen. Draait dan weg gewoon. Loopt eigenlijk gewoon weg. En dan hier. De keeper raakt hem nog iets aan zo te zien. Maar via de binnenkant van die paal gaat hij er gewoon in. Babberich mag dan. Niam Sangya die houdt zijn man heel even vast. En de scheidsrechter die fluit daarvoor. Ik denk dat hij geel krijgt. Want hij roept hem bij hem. Ja. De vrije trap voor Babberich. Komt die en... wat een mooie. Een hele mooie. 2-1. Hier, boom in de uiterste hoek. Maar veel zou er niet meer gebeuren. Heel veel gebeurde er ook niet meer in deze wedstrijd. Winterswijk wint met 2-1. Van Babberich. En zij zagen dat ook. Nou, wij zijn daar totaal vernederd. Door een hele slechte teamprestatie. Maar ik vind dat mijn team dit vandaag...
voor 100% goed geef gemaakt. Toch beginnen jullie weer een beetje moeilijk toch wel aan die eerste helft. Je komt op 1-0 voorsprong, maar er staat toch Niels Jansen toch weer een paar keer goed te keepen. Ja, maar daar staat hij ook voor. Hè? Nee, geintje. Nee. Ik heb ook in de rust aangegeven, bij standaard situaties stonden te ver van de mensen af. Dan kunnen hun twee keer vrij inkoppen. Maar goed, ik vind na de 1-0 een zuiver doelpunt van Jefta Niasanje die nooit buitenspel staat. En dan is 2-0 en dan wordt het natuurlijk heel anders. Nou, dan moet je de tweede helft goed uit de kleedkamer komen. Dan maken wij volgens mij een 100% zuiver doelpunt. Dimitri Dekker staat helemaal alleen daar. Die kan niet iemand geduwd hebben. De grensrechter heeft gevlagd voor die bal hier over de lijn. Totaal niet over de lijn. Ja, en ja, je zag, ik stond op de middenlijn bijna. Want ik dacht, dit is 2-0. En dit is een perfecte binnenkomen in de tweede helft. Maar goed, dan wordt hij afgekeurd. Nou, die grensrechter, dat was niet de allerbeste grensrechter. Maar ik snap hem wel. Want hun zitten in zwaar weer. En dan vlag je op alles wat beweegt. En, maar gelukkig bleef mijn team heel gedisciplineerd en heel compact georganiseerd spelen. Want ja, tegen SJO vorige week hebben we vol de druk erop gegooid. Maar je weet dat deze ploeg dat niet kan. Omdat ze zoveel kwaliteit voorin hebben. En zoveel snelheid met die Romillon en Shapi Abul, of hoe heet die man. Dus ja, ik vind een geweldige teamprestatie vandaag. En dan gaat het lekker in de tweede klasse, want ik zou zeggen op jacht naar de eerste plek. Nee. Kijk, ik hoor net geloof ik dat Woezik verloren heeft bij de nummerlaatst, bij Duiven. Maar goed, dat is een incident. Die hebben zoveel kwaliteit. Maar voor ons is het belangrijk dat je op die positie waar je nu staat, iedereen komt met een lach op trainen, iedereen straalt plezier uit. En dat zie je aan ons team. En, ja, en dat dan het eindfluitsignaal is, de zucht van de tribune en de zucht hier vanaf de kant. Ja, dat is alleen maar mooi om te zien.